Je was te vroeg. Oh, hallo. Ik ben met hier eentje en dat is veel te lang geleden. Hallo. Het is zaterdag, middag, een van de middag. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. We hebben vanochtend gewoon even tijd met elkaar gehad. En ik ga nu rijden naar Den Haag. Storm is jarig, hè? Ja. Ja, ik ben met Sarah. Marco heeft zijn vinger trouwens gisteren verwond. En die is heel zielig. Die heeft mannenpijn. Dus die gaat niet mee. Jasmijn is de zus. Maar op haar verjaardag konden we niet komen. Nee, dat had ik gisteren volgens mij in de vlog ook verteld. Dus daar heb ik ook een cadeautje voor gehaald. Wat heb je voor haar gekocht, mama? Een toilettas van Unicorn met make-upjes erin. Maar een Unicorn toilettas, hè? Ja. Dat is wel echt heel cool, hè? Nee, ik hou ook niet meer zo erg van. Oké, gisteren nog wel, vandaag niet meer. Daarom heb ik ook weer een feestje gehad. Niet alweer een unicorn. Nee, je had afgelopen jaar een unicorn thema. Maar mama, ik weet echt een hele leuke taart wat ik zou willen. Gewoon één hele grote taart en dan met roze bedekt en dan erop bloemetjes en dan zo wat vlindertjes erbij die op de bloemetjes zitten. Maar wat is de afspraak altijd? Ja, maar dat zou echt een goede zijn. Ja, maar jij kiest het thema. En mama verrast je dan met de aankleding en de taart, hè? En vorig jaar was wel cool, hè? Had je je ballonnenboog. Die hebben we zelf gemaakt. Vond ik zo stoer van ons. Mama heeft al die ballonnen gewoon zelf opgeblazen. Want we hadden een pomp, maar die deed het niet. Dus ik heb ze gewoon allemaal één voor één zelf opgeblazen. Nou, echt, ik had geen longen meer over daarna. Het waren echt... echt heel veel ballonnen. Maar het was wel cool. Zijn er Storm's verjaardag? Oh, je zusje wilde ook een vlog. Die ga ik stiekem filmen. Ja. We gaan weer eens een date plannen. Hallo. Hallo. Dat wilde je. Ik heb ze nog nooit schoongemaakt. Dood. Nog nooit. Wat zeggen? Als ik met mijn choker. Nou, even mijn schoenen. Je schoenen. Kijk, ik heb nooit hakken. Nu gaan ze opeens. Even zien alleen. Wacht. Ja, we gaan even. Heb je mijn mooie sneakers? Jee. Nee. Voet omhoog. Ja, laat je voetjes. Ik ben weer thuis en het was een hele gezellige verjaardag.
En ik heb nog lekkere dingetjes van Irene voor mijn verjaardag gekregen. Ik heb een deo en deze douche gel gekregen. Douche gel toch? Ja, shower gel. Een shampoo. En haarlak, altijd goed. En dan nog deze. En ik dacht dat het lipgloss was, maar het is een oogschaduw, een liquid. Van Stila. Dus deze, als die enigszins scherp wil stellen. Nou, niet heel erg. En een mascara. En ik hou natuurlijk wel echt heel erg van mijn mascara's. Dit is van L'Oreal. De Double Extension. Dus dat is zo'n 2-in-1 met verlenging en een mascara erin. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En ik ga het laatste beetje eten. Marco had al een stuk gedaan. En ik ga nu de rest doen, dat we snel kunnen eten zo. Nou, gezellig weer. Nee, ik kwam er goed uit. We hadden gegeten, maar we waren best laat thuis. Dus zijn gelijk daarna eigenlijk richting bed. En Marco moest nog wat ophalen. Dus ik ben gelijk alleen. Maar dan kon ik nog editen, want door alle gezellige dingen, barbecues, alles, dat laat wordt. Kitty die bleef slapen, noem maar op. Nou, superleuk, maar dan kom ik er niet aan toe. Dus ik had gisteravond 2,5 vlog gedaan. En dan komt er natuurlijk gelijk weer een vlog bij elke dag. Dus nu nog 2,5 en dan ben ik bij. Ik ben nu het laatste stukje dus van die eerste die af moest aan doen, die ga ik laten renderen. Dat doe ik even wat in huis. En als ik klaar is, 2. En heb ik er sowieso dan 1,5 gedaan. En dan ben ik sowieso al een stukje dichterbij. Oh, moet ook gebeuren. En echt zo stom. Ik ben normaal altijd best wel een grote eter. Alleen vandaag, ik heb helemaal niet zoveel taart op. Ik heb gewoon een stukje op, niet zoveel gesnackt. Maar met avondeten had ik ook niet echt heel veel trek. En dat is echt niet, ja, niet zo mijn ding. Zo, ik lijk trouwens echt bruin in het scherm. Vaag. Want het was nou niet echt heel zonnig vandaag. Ik vind het wel grappig staan. En ik wil iets heel anders gaan zeggen. Maar ik weet het niet meer. Ik had ook wel wat fruit eten. Even een zwaar vermoeid moment. Ik hou trouwens echt van deze jurk. Ik had het volgens mij niet echt laten zien. Dit is de jurk van Warehouse. Die heb ik eerder aangehad. Maar ik vind die rug, ja, ik weet niet of ik dat zo kan laten zien. Die is open. En dat vind ik heel erg leuk aan deze jurk. En hij heeft ook achterboven, het is allemaal zo moeilijk zo te laten zien, heeft hij ook een grote strik. Als je dat ziet. Dus ik vind deze jurk helemaal geweldig. En ik ben nu aan het uitstellen wat we gaan doen. Dus ik ga het even afmaken. En zo echt even verplicht wat eten. Zo, 2 vlogs af. We hebben undercover gekeken. Marco is nu naar bed. En ik ga even die laatste vlog editen. Want dan ben ik bij. En het is nu al 12 uur. Marco staat morgen op met Sarah. En dan kan ik dit nu afmaken. En ben ik helemaal bij. En dan slaap ik morgen wat langer uit. Marco heeft vroeger trouwens echt heel lang geslapen. Want hij kwam kort voor 11 zijn bed pas uit. En ik was al heel vroeg wakker met Sarah al. Want het kwam zeggen 7:45. Dus ja. Ik heb net ingezet. Ik heb echt vandaag, het is echt raar. Ik heb vandaag echt weinig eetlust gehad. En normaal ben ik natuurlijk een grote eter. En we hadden taart bij die verjaardag. En ik had mijn taart op. En Sarah had over van haar taart. En dat wilde ik opeten, maar dat kreeg ik gewoon niet op. Nou, dat was echt niks voor mij. En ja, ook van de hapjes. Ik heb wel een paar bitterballen gegeten, maar ik heb echt heel weinig gesnoept. En gegeten. En met avondeten heb ik ook al niet zoveel gegeten. En vanavond niet heel veel gesnoept. Ik heb gewoon niet heel veel honger. Ik eet zo denk ik nog wel even een appeltje, even wat vitamintjes in mijn lijf. Ja, gewoon weinig eetlust. Maar goed, even dit doen. Want dan kan ik straks ook lekker mijn bedje in. Jee, ik ben helemaal bij. Deze renderen, dan online. En dat was gisteren. Dus dan kan ik pas morgen weer editen. Jee! Zo, af en toe
echt een talent van mij uit mijn woordenkamer. Ik heb niet heel veel zin om tv te kijken eigenlijk nu. Dus ik ga gewoon even heel, heel veel opruimen. Ja, dit was grappig. Oh, het is zo lekker donker. Sarah kreeg deze nog voor de verjaardag. Dat is echt, het is bijna weerjarig. Maar goed, Irene had met haar verjaardag een cadeautje gekocht. Maar die had Sarah nog een keer gekregen. Dus twee keer. Dus toen had ze deze voor Sarah gekocht. Alleen, elke keer als ze een afspraak hadden, dan ging het niet door. Dus, en toen wilde het opsturen. En dan hadden we eigenlijk toch weer een afspraak staan. Ze hadden zoiets, ja, weet je, dan is echt geven toch wel weer leuker. Maar ja, dan ging het weer niet door. En er kwam van alles tussendoor. Dus die heeft ze nu pas gekregen. Maar Sarah is er zo blij mee. Ze had er pas ook al een van mij gekregen. Dus nu heeft ze twee van die Lego Pockets. En dan kan je ze ook stapelen. Je kan ze natuurlijk meenemen overal naartoe. Dus dat is echt heel leuk. En opruimen met één hand werkt niet. Dus dat ga ik even anders doen. Ik ben klaar en helemaal bij. Ik ben zo blij. Dus ik ga ook lekker slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. En dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!